Hallo, ik krijg zo'n idee. Ik ben Mark en ik ben er vandaag weer terug met True Crimes. De vorige aflevering ben ik hier gebleven. En zoals je kunt zien ben ik dus geëindigd op deze locatie. Dat is dus heel erg positief. En dat betekent dus ook dat we dus, nou ja, maar aan de ene kant de greed of iets dergelijks, hoe het ook mag heten. Dus maar hoeven te aanvallen. Want aan de rechterkant is dus helemaal niks meer, omdat ze daar natuurlijk een vuurtoren hadden. Maar dat gaat wel betekenen dat we aan de linkerkant dus zo snel mogelijk die cliffporter kunnen gaan slopen. Want zoals in de vorige aflevering hebben we die dus gesloopt met zo'n, ja wat is het, een bom. En dat is vrij effectief gegaan. Dus ja, het gaat eigenlijk behoorlijk goed. Ik zie hier niet een ander persoontje, dus dat zal wel alles zijn. Wow. Hallo. Oh god, jezus. Moet ik dus allemaal nog gaan recruiten. Heerlijk nog een aantal coins. Oh my god. What the Dit zijn veel mannetjes. Oké, ik ga eerst even een aantal builders extra erbij aan. Zo, ik kies van 4 builders. Oh, daar staat ook nog een muur. Dat is mooi. Dan kunnen we in ieder geval gelijk aan de slag. Dat is wel heel fijn. Zo, even een katapult. Zo'n... Ja, er komen natuurlijk nog wat meer mannetjes aan. Oké, dan moet ik er natuurlijk ook deze twee even weer hebben. Echt, we gaan heel wat geld nodig hebben om al die mensen te recruiten. Maar dat is in ieder geval heel positief. Want als er dan een bloedmaak komt aan de ene kant. Ja, dan hebben ze. Dan heb ik eigenlijk wel een heel goed, effectief. Strategische. Defensie. Ik vind het wel knap dat ze niet door die muur zijn gekomen. Want de rest van de muren die zijn gewoon kapot. Maar die niet. En dan moet ik aan de linkerkant, of aan de rechterkant, dan moet ik ook even de muren natuurlijk weer repareren. Oh kijk, daar komt de rest ook al aan. Want als ik dan aan de rechterkant ook dingen heb gebouwd, dan kan ik daar natuurlijk ook ja, tools in, dat soort dergelijke, eventjes regelen. Hier komen de builders. Dan moet alles goed is, bijna alles weer terug zijn, behalve de hermit, maar dat is niet... Heel erg een probleem. Want ja. Wat dus de vorige keer dus fout ging. Is dat er dus. Toen ik naar het volgende eiland ging. Realiseerde ik niet dat de dagen. Die ik de vorige. Op het vorige eiland heb gespeeld. Dat die gewoon doorgaan naar het volgende eiland. Dus daarop kwam er een bloedmaan. En ja. Jullie weten de rest. Dus ja. Het ging in ieder geval niet heel positief. Dat we het daar maar op houden. Maar ik kan in ieder geval nu wel zeggen. Zelfs we nu ook aan de linkerkant nog mooi een ballista kunnen bouwen. Voor misschien verdere aanvallen die misschien nog eens een keer komen. Maar voordat we dat gaan doen moeten we eerst al die mensen recruiten. Dus ik denk dat we de farms wel heel hard gaan kunnen gebruiken. En die ga ik dus ook gebruiken. Ah, dan komen er nog meer hartjes aan. Zo, oh god. The fuck hebben jullie gedaan? Zijn jullie even op de expeditie geweest of zo? Ik zou het niet weten. Maar in ieder geval, de boot is in ieder geval klaar. Dus dan mochten we de behoefte hebben om gelijk weer weg te gaan. Dan kan dat. Maar ik weet niet of ik op het volgende eiland... Nou, ik denk niet dat ik daar ook al de... Hoe heet dat ding? De vuurtoren heb gesloopt. En waarom de fuck zijn hier helemaal... Oh, hier pas. Dat is wel heel end. Maar het is goed dat er een poort er dichtbij zit. Want dat scheelt dat alsnog wel heel enorm.
Want ja, muren aan deze kant hoef ik natuurlijk niet meer bij te bouwen. Want ja, hier komt natuurlijk niks meer. Het is echt volledig aan de linkerkant. Het is alleen een beetje een probleem dat die builders zo ver moeten lopen. Maar aan de andere kant kan ik die portal natuurlijk heel dichtbij gaan zetten. Het is misschien voor één keertje dat we dan heel ver moeten lopen, een aantal keren. Maar ja, het is niet voor altijd, dat is wel fijn. Ja, eerst had ik hier natuurlijk ook een muur gaan zitten, maar dat is nu niet nodig. Dus valt in principe eigenlijk nog best wel mee, ver het al eigenlijk is. Natuurlijk, de artjes die blijven natuurlijk een beetje coins sparen en dat is... heel erg positief. Dus ik ga alvast even 4 farmers erbij kopen. Zo, wat dan hebben we dat ook in ieder geval gehad. Oh, jij hebt ook nog coins. Mooi. Dan moet ik eigenlijk ook eventjes hier nog wat te regelen. Je weet wel, de ballista. Nou, het zal wel. Ik ga in ieder geval even weer terug naar de rechterkant. Nou, ik denk dat ze ondertussen nu misschien nog wel die pot al hebben gemaakt. En natuurlijk hebben we ook de 4 farmers. Ze kunnen op het moment ook nog behoorlijk wat. We hebben echt zoveel kingveld mensen. Niet normaal. Aan de ene kant is het ook best wel positief. Want dan heb je gewoon heel wat mensen die nog wat kunnen doen. En je bent nog steeds niet bij de basis. Dat is wel een beetje raar. Maar ja, die hermit die redt natuurlijk ook niet. Dus ja, dat duurt het natuurlijk wel langer. Zo, al die mensen komen nu weer terug. Hier heb je ook nog een builder. Eigenlijk heb ik ze nog wel even nodig. Oké, de bomen die zijn ook weggehaald. Dus gaan we dat hier natuurlijk ook eventjes doen. En dan ga ik ondertussen even met de portal. Wacht, hier staat dag 3 en hier staat een hele andere dag. Misschien is het gewoon de derde dag van dit eiland of zo. Dat kan natuurlijk ook. Dus gaan we deze portal even helemaal gebruiken om heel dicht bij ons ding te komen. Even zien. Hier of zo? Ja. Perfecte locatie. Ja, die farmers die hoeven eigenlijk nu helemaal nergens meer heen. Ik denk dat we dit eigenlijk wel behoorlijk lang kan overleven eigenlijk. Dat we zo fucking veel mensen hebben. Dat is niet normaal. Jullie hebben waarschijnlijk ook nog wel wat coins. Misschien niet heel wat, maar alles is beter dan niks. Die toren die kunnen we natuurlijk altijd nog even upgraden. Dat is niet echt van het grootste belang op het moment. Want we toch al zoveel dingen kunnen gebruiken. We zien. Waarom wil ik altijd in de bakkerij gaan? Daar moet ik helemaal niet heen. Oké, die potten kan ik nu dus ook onderhands gebruiken. Zo, jij hebt ook weer lekker wat coins. Jij ook misschien? Ja, je hebt zeker ook nog wat coins. Mooi. Dan kan ik natuurlijk ondertussen weer even die
toren aan de linkerkant upgraden. Want al die mensen die krijgen wel zijn dingen. Heel goed specifiek gezegd, hè. Vind ik namelijk ook. Oh ja, deze muren kunnen we natuurlijk ook nog upgraden naar die ijzeren. Misschien is dat ook wel een verstandig idee. Die kan ik sowieso nog iets van 4 muren. Oeh, dat is nog best wel wat. Maar dat niet alleen. Ik moet natuurlijk ook nog die kasteel een keer up gaan krijgen. Want daar heb ik ook nog steeds de mogelijkheid voor. Uiteindelijk moeten we dat wel doen. Zo, hier hebben we heel wat artjes erbij. Ik heb namelijk wel eens een keer een YouTube video gezien dat een persoon, volgens mij was het in de Newlands, ik weet niet heel zeker. Maar die had zo fucking veel artjes. Die had ze echt. Had er echt tyfus veel. Er was echt wel één lag spike die je toen had. Dus ja, als je dat wil hebben, dan. Daar ben ik nu wel echt weg aan gegaan. Ja, er is natuurlijk ook een mogelijkheid om die artjes te boosten. Dat ze nog sterkere pijlen gaan doen. Maar dat vind ik dan nog weer niet nodig. Als ik er toch zoveel heb, dan is het ook eigenlijk niet nodig. En die farmers die. Dan ga ik eens in de 2 dagen misschien heen of zo. Dus. Ik denk dat ik dan niet. De aankomende ochtend. Waarom de fuck gaan jullie weer terug? Geen idee. En dan ga ik gewoon dus de aankomende ochtend weer er naartoe. En dan moet ik natuurlijk ook binnenkort maar eens die portals gaan aanvallen. We hebben nu 4 knights aan deze kant staan. 2 van die geüpgraden, die nog behoorlijk wat kunnen. En nog een aantal normale. Ik wil eens even zien, waar zit de dichtstbijzijnde portal hier? Oké, de dichtstbijzijnde portal die gesloten is, sowieso, dat is net het bos in. Dus ja, waarschijnlijk heb ik de meeste al wel gesloopt. Linkerkant. Ik verwacht niet alles. Maar misschien de meeste. Ik zal het namelijk echt niet weten. Waarom farmen jullie helemaal niks? Is het namelijk zo tyfus end of zo? Oh, dat lijkt er wel op. Hier heb ik 2 beelden staan. Die ook nog een beetje coins hebben. Dat is wel mooi eigenlijk. En ik ben nu nog steeds van die zwervertjes aan het recruiten, terwijl ik er nog te veel heb om te zeggen van ja, wat kan ik ermee doen? Nou ja, 1 ding is zeker, een heel groot leger maken. Ik kan beter alvast even die ene toren aan de linkerkant. Of als upgrade naar de tweede versie. Iets dergelijks wat het ook is. De geüpgrade versie. Doeg. Even zien. Oké, alle mensen komen weer terug. Het kasteel weer binnen en alles.
valt wel mee hoeveel coins jullie hebben. Ik had verwacht van meer. Maar het komt misschien ook natuurlijk omdat er een brug zit. Waardoor het jachtgebied natuurlijk heel klein is. Misschien moet ik binnenkort... Ja, dan ben ik hier eigenlijk inmiddels wel een toren aan het maken. Is verstandig. Ben ik eigenlijk niet. Zo. Nou, dat zal onderhand wel de aanval zijn geweest voor vannacht. Dus, zullen we zien. Oh, jullie hebben ook nog wat coins. Nou, dan ga ik er nog even een aantal bij recruiten. Ja, bij recruiten. Nou, archers dan tenminste. Genoeg voor twee artjes. Maar dan ga ik nu deze aflevering in ieder geval afsluiten. Ik hoop dat het leuk vond. Geef een like en abonneer je kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.